Ja, na het WK in 2014 hebben we een nieuw doel gesteld. En dat was natuurlijk Europees kampioenschap 2016, maar ook nog bij het WK 2018 te zijn. En we zijn ontzettend blij en trots dat het is gelukt. Wat zijn jouw herinneringen aan 4 jaar geleden? Ja, prachtig. We hebben een prachtig WK gehad. We stapten net na de Champions League finale op het vliegtuig naar Rio de Janeiro. Deden daar het wereldkampioenschap in Brazilië. Deden 3 echt hele gave wedstrijden. En we begonnen met Engeland, Italië, Zwitserland, Frankrijk. En toen de achtste finale Colombia, Uruguay. En toen was het ons voorbij. Met dank aan het Nederlands elftal. Ja, Nederlands elftal heeft toen wel zeg maar de weg versperd richting een vervolgende toernooi. Maar goed, desalniettemin. Oranje stond natuurlijk op nummer 1. En daaraan worden wij natuurlijk ook gekoppeld als Nederlanders. En ja, dat was toen wel jammer voor ons. Maar heel goed voor Nederlands elftal. Veel plezier, jongens. Scherp bij. Succes. Wat dat betreft liggen er wel kansen voor jullie. Ja, weet ik niet. Want ik bedoel, ieder toernooi. Ik heb nu meerdere toernooien mogen doen. En ik zie gewoon dat ieder toernooi, dat we eigenlijk wel op nul beginnen. En we moeten ook niet denken dat nu Nederland er niet bij is, dat we dan zo simpelweg doorstoten richting het vervolgende toernooi. Want het toernooi is gewoon onvoorspelbaar. Je moet een beetje geluk hebben. Eigenlijk moet je gewoon niet te veel pech hebben. Het is de vorm van de dag, ook van de scheidsrechter. En je kunt op sommige momenten kun je gewoon in één keer uitblinken, hè, door een beslissing die je neemt. Maar je kunt ook heel hard vallen door een beslissing die je neemt die niet goed zou kunnen zijn. Dus toernooien, eindtoernooien, EK's, WK's zijn onvoorspelbaar. Maar toch, die WK-finale. Wel degene die ontbreekt, hè? Je hebt al zoveel mooie finales mogen fluiten, dat zeg je al. Toch nog, ja, degene die ontbreekt. Zeker, ik zou hem heel graag willen fluiten. Het is een droom, het is een jongensdroom. En als die jongensdroom uit kan komen, dan zou dat voor ons een heel mooi, maar ook emotioneel moment zijn. Ik bedoel, want dat is wat een scheidsrechter, denk ik, echt het optimale kan realiseren. Dus ik zou het heel graag willen, maar nogmaals, stap voor stap. Kan niet zonder die mannen. Die mannen hebben Havix-ogen. Dit zijn enorme goede assistenten. Toppers zijn het. Ik ben trots op het team en ik ben heel erg blij dat we samen richting Rusland gaan. Dus alle credits ook voor.